ben Monique Thiemessen. Ik ben verzorgende IG. Ik werk op de revalidatieafdeling in Heesend op Mariaoord. En naast dat ik verzorgende IG ben, ben ik ook paramedische assistente. De ondersteuning van de disciplines. Dus als de logo, de fysio en de ergo. Het therapeutisch leefklimaat, daar streven wij elke dag naar. En dat wil zeggen dat wat de cliënt zelf kan, moet je ook zelf doen. En daar willen we hem ook in uitdagen. En dat is niet alleen dat je bij de fysiotherapie in de zaal oefent, maar alles wat we eigenlijk heel de dag doen, ook als therapie gezien wordt. Als ik paramedisch assistente ben op die dag, dan hebben we dus ook extra tijd voor de revalidanten om extra te oefenen, zowel met het lopen, met het fietsen. En ja, dat zijn wel dingetjes waar ik dan vrolijk van kan worden. Ik ben Christa van der Wal. Ik werk als gespecialiseerd geriatrisch revalidatieverpleegkundige op afdeling Heesend. Op Vivent Mariaoord komen eigenlijk alle soorten revalidanten. We zijn een geriatrische revalidatieafdeling. Dat betekent dat wij met name wat oudere revalidanten krijgen. En ja, voornamelijk zijn het mensen die naast iets gebroken hebben bijvoorbeeld ook nog andere aandoeningen hebben. Wij werken op Mariaoord met revalidatieniveaus. Dus alle verzorgende verpleegkundigen die werkzaam zijn op Heesend, die werken volgens het revalidatieniveau. Wij kunnen dan kijken van hoe is de zorgzwaarte en wat heeft iemand nodig aan zorg. En dan hebben we het over het bed opmaken, hulpmiddelen zoeken om bijvoorbeeld steunkousen aan te trekken. Kijken of er hulpmiddelen nodig zijn voor het openen van een gordijn of nou ja, dat soort dingen. De mooiste momenten zijn wel als je de mensen uiteindelijk zover krijgt in kleine stapjes dat ze weer veilig naar huis toe kunnen. En we benoemen vooral ook de hele kleine stapjes die mensen maken. Die zijn eigenlijk de belangrijkste, want dat vormt het geheel voor een goede revalidatie. Ik ben Tineke de Gram, kom uit Den Bosch en ik ben hier omdat ik gevallen ben. Dus ik ben hier aan het revalideren zodat ik weer naar huis kan. Ik ervaar de zorg van Vivent heel goed, heel behulpzaam. En het is allemaal opgericht dat ik weer naar mijn eigen huis kan. Zodat ik zelfstandig weer kan functioneren. Naast de zorg en ondersteuning van Vivent is er ook familie die mij ondersteunt. Worden ook heel goed op de hoogte gehouden. Dus dat is wel heel, heel fijn. Ik heb vele mooie momenten en ook leuke momenten. Kijk, dit is er één van natuurlijk. En de therapie vind ik heel leuk. Ja, ik vind eigenlijk alles leuk. Er worden ook dingetjes georganiseerd waar ik toch aan meedoe. Dat zijn voor mij mooie momenten.